Tijdens de keuzecarousel gaan leerlingen uit HAVO 2 en 3 aan de slag met uitdagende, praktijkgerichte en zelfgekozen projecten. Zelf durven kiezen is daarom ook een belangrijke doelstelling in dit carousel. Bjorn en Claudia, die allebei in HAVO 2 zitten, vertellen waar zij voor hebben gekozen en wat ze ervan vonden. De periode had ik Nederlands, was journalistiek en zo. En toen waren we ook naar Omroep Brabant geweest en dat was wel leuk. De eerste periode had ik biologie. Gingen we dingen proeven en we moesten oogtest doen en we zijn naar opticien geweest. En ook het gehoor testen, ja, dat soort dingen. Er wordt niet meer vastgehouden aan de standaard lesmethodes en dat maakt de keuzecarousel zo leuk. Tot de uiteenlopende projecten worden er nieuwe interesses gewekt. En zo komen leerlingen erachter wat ze later willen gaan doen. Ja, je mocht een beetje zelf bepalen wat je ging doen. Ik had het iets minder leuk ingezet, maar het was het eind toch wel leuk en lang dacht. Nee, het hoefde niet per se allemaal volgens een boekje, maar je kon gewoon zelf doen wat je wou. Ik denk dat ik wel geschiedenis ga kiezen in de bovenbouw. Ja, sportdocent. Dan heb je weer hier nodig. Gewoon leuk vindt. Ik vind het een leuk vak. De bedoeling is dat de leerlingen zich gaan ontwikkelen door zichzelf af te vragen: wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Moeilijke vragen waar de leerlingen zelf antwoord op gaan vinden. Met op het einde als belangrijkste doel: trots zijn op jezelf. Uiteindelijk was ik er wel trots op hoe het allemaal was uitgekomen.